Wij hebben hier op onze afdeling en ik zelf ook een calamiteit meegemaakt waar het eigenlijk geen discussie was of we dat zouden melden. Ja dan nee. Ja, je meldt het als je denkt dat er een calamiteit aan de gang is. Is het gedoe? Ja. Er komen een heleboel interviews, er komt een rapport, er zijn gesprekken met inspectie. Doet dat wat met je? Ja. Is het dat de moeite waard dat het zo is? Ja. Het raakt natuurlijk op de eerste plaats de patiënt en de familie. Maar vergis je niet in wat het doet met professionals, dokters, verpleegkundigen hier op een afdeling. Ik denk dat je imago eigenlijk alleen maar negatief getroffen wordt als je niet open bent. En dan is open wat anders dan openbaar. Maar betrek familie, betrek patiënten in wat je doet in een ziekenhuis. En daar is niks mis mee. Als er iets misgaat, een complicatie of een calamiteit, bespreek dat met de familie. Leg uit wat je aan het doen bent. Leg uit hoe je daarvan wil leren. En leg uit hoe je wil voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. En ik denk dat ondanks alle tragiek die om een calamiteit zit, veel mensen in Nederland geholpen zouden zijn met het besef dat er in ieder geval iets mee gedaan wordt, van geleerd wordt. Waar ik me wel zorgen maak, dat is het punt, wat doen we met meldingen? Op het moment dat dokters, verpleegkundigen, instellingen geconfronteerd worden met een openbaarheid waaraan lijstjes worden gemaakt, et cetera, dan denk ik dat dat niet de manier is om te gaan. Wat we willen is een cultuur waarin we veilig met elkaar kunnen discussiëren over waar iets mis is gegaan, waar iets niet gegaan is zoals het hoort. En dat we daar met z'n allen van leren. Dat is niet blameren, dat is leren. Als er een calamiteit is, dan kan dat het gevolg zijn van het kwalitatief minder goed functioneren van een individu. Maar het is veelal een sequence met allemaal dingen die toevalligerwijs om die reden met misgaan. En dan ben je er niet met het om non-actief stellen van iemand, nog los van het feit dat mensen dan schuw worden om naar buiten te treden met calamiteiten of dingen die misgegaan zijn. En dat is precies tegenovergesteld aan wat we moeten hebben. Als ik kijk naar calamiteitenrapportages, bijvoorbeeld in mijn eigen ziekenhuis, dan is het nog niet vanzelfsprekend dat dat gedeeld wordt met bijvoorbeeld andere ziekenhuizen. En ik denk dat dat iets is waar de professionals zich in kunnen verbeteren. Deel met elkaar wat je meemaakt, zodat dat een ander niet ergens anders nog kan overkomen. Ik denk dat één stap zou kunnen zijn om in ieder geval op geaggregeerd niveau alle calamiteiten bij elkaar te zetten en te kijken op welke punten gaat het nou vaker mis dan op andere punten. Hebben we dat voldoende in de picture? Kunnen we ons daarop voorbereiden? Dus een samenvatting daarvan, en dan doet dat er niet toe in welk ziekenhuis dat is of welke professional het betreft. Maar de samenvatting over de leerpunten, dat is iets wat we kunnen delen.